Dan liggen ze alleen maar in bed en ze kunnen nergens meer komen. En op zo'n manier kunnen ze dan toch nog ergens naartoe, meestal de laatste wens. En dat is heel, heel verschillend. Je gaat, naar het strand ben ik al heel vaak geweest, mensen die een afscheid van nemen willen op het strand. Mensen die vanuit een hospice heel lang al niet meer thuis geweest zijn, die de afscheid nemen, willen nemen van hun huis. Kees is de stichting Ambulancewens begonnen. Met zijn speciale ambulance brengt hij terminale patiënten en hun vrienden of familie nog een laatste keer naar plaatsen die bijzonder voor ze zijn. Iemand die in een rolstoelbus zit, die krijgt rolstoeltaxivergoeding. Mensen die in een bed liggen, die krijgen geen lichttaxivergoeding. Want dat is er niet, er is geen lichttaxi. Dat bestaat gewoon niet. Nou, en daarom hebben wij nu dit opgezet. En wij doen het gewoon allemaal vrijwillig. En de mensen hoeven er ook niks voor te betalen. Maar ik ben gewoon van mening dat je deze mensen ook moet helpen. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying, if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. A love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joy, forgiving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dread, we stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Their soul.